En bloed doneren is een bewijs dat mensen in staat zijn elkaar te helpen in tijden van nood. Woorden van bloeddonor Ulrich Burke. We spraken hem in verband met de Wereld Bloeddonordag, welke gisteren, 14 juni, is herdacht. Met deze dag worden mensen bewust gemaakt van de noodzaak van veilig bloed en veilige bloedproducten. Ook wordt dank uitgebracht aan de onbetaalde bloeddonoren voor hun levensreddende gift van bloed. Burke, die sinds de jaren 70 bloeddonor is, zegt dat het niks kost om bloeddonor te worden. Mensen moeten zich gewoon aan de regels houden. Gezond eten, op tijd slapen, niet te veel eten bijvoorbeeld. Allemaal niks te veel. Nou, ik vind het goed om je medemens ook te helpen. En ik denk dat het ook een beetje van je bloed ververs. Ja, ik doe vers bloed binnen. Want ik wil maar nooit dat het vraag om wat het voor mij betekent. Ja. Ik ben de laatste keer gedoneerd gedecoreerd 2017. Burke zegt dat hij er niet aan denkt om te stoppen met het doneren van bloed. Zoals het thema van dit jaar luidt, bloed doneren is een daad van solidariteit, gelooft hij dat bloeddonoren altijd solidair zijn met hun medemens. Burke geeft om de 10 weken bloed.